Zo, daar een lepelaar. Het is een jongen, want hij heeft nog een roze snavel. Zo, wat trilt dat beeld, hè? Storm Elle verwoest mijn opname. Kan het ook niet helpen. Storm die Kijk, hij had wat. Deze plasjes zitten vol met leven, vooral met garnaaltjes of steurkrabben. Want we zagen net die dodaartjes ook garnaaltjes vangen. Nou, deze jonge lepelaar heeft waarschijnlijk de winter doorgebracht in deze regio, dus op Schouwen-Duiveland bij de Zierikzee. Oh, dus zijn zijn ouders ook wel hier geweest hebben. Nou, daar heb ik pas iets over gelezen. En dat is dat jonge lepelaars en die ouders, die vliegen apart weg. Oh? Ja. Zou je niet denken. Nee, dat dacht ik ook, want je ziet ze in de zomer altijd zo lang bedelen om voedsel. Vreselijk smeken. Maar op een gegeven moment vliegen die ouders dus weg. En het kan zijn dat die ouders dus helemaal doorvliegen naar Afrika, naar Mauritanië. En dat die jongen hier blijven. Of misschien tot aan Spanje of Zuid-Frankrijk vliegen. Apart. Maar ze vliegen dus apart weg. Ja. Ja, maar dat zo werkt. Ja, hoe dat nou komt. Als je echt ziet bedelen, denk je, ja, die volgen de ouders. Ja, niet. Maar dat is niet zo. Wel mooi met die wind. Hè? Ja joh, dit is echt Storm Elle die even over het land raast. En flink huishoudt in mijn beeld. Ja, ik laat het gewoon doen. Want zo is het nu eenmaal. Het is vandaag gewoon een stormdag.